Ik woon er al 31 jaar met veel plezier. Ik ben geweldig, ik ben blij met mijn buurtje. Echt waar. De levendigheid, de mensen, wordt steeds mooier hier. Indische buurt is gewoon, is gewoon een leuk deel van Amsterdam. Eigenlijk pas net 6 weken in de Indische buurt komen wonen. Ik vind het een prachtige buurt om te werken. De Indische buurt is een hartstikke leuke buurt. Ik woon er al en ik heb er net een nieuw huis gekocht. Participatiemakelaar is een nieuw type functie die ontstaan is in de Vogelaarwijken, de slechtste wijken van Nederland. Waarbij het idee was dat die wijken niet alleen maar beter worden door investeringen van de overheid en van de corporaties, maar vooral als de bewoners en ondernemers van die wijk zelf vertrouwen hebben en hun schouders eronder zetten. De Indische buurt is heel bijzonder, omdat er zoveel actieve mensen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de wijk. We hebben inmiddels 7 communities die of op een bepaalde thematiek of een bepaald gebied actief zijn. En dat maakt van de Indische buurt een hele krachtige, vitale en creatieve wijk. De Makassar Plain Community werkt samen met ondernemers uit de buurt. Juist omdat ondernemers zijn lid van de Makassar Plain Community. En dat is ook de kracht van die community. Naast actief buurtbewoners vind je daar sociaal professionals, medewerkers van de woningcorporatie, ambtenaren en ook ondernemers die in de buurt wonen, leven en werken. De ondernemers eigenlijk bij de community brengen is een stukje maatschappelijk verantwoordelijkheid. Die ondernemers voelen zich sociaal verantwoord, verdienen hun brood ook aan de buurt. Bali heeft eigenlijk een lange traditie van actieve bewoners op allerlei gebieden. Ook al lang voor de renovatie, zo'n 15 jaar geleden, bijvoorbeeld met buurtbewoners een fietsenstalling opgericht in samenwerking met de corporatie. De corporatie heeft toen een beetje beroerde benedenwoning die ze niet zo goed konden verhuren ter beschikking gesteld. En die hebben wij toen opgeknapt en daar een fietsenstalling van gemaakt. En tijdens de renovatie is die rol van de bewoners denk ik groter geworden. Of in ieder geval belangrijker. Dat wij het als bewoners in ieder geval heel belangrijk vonden om daarbij betrokken te zijn. Want het waren wel onze huizen. Nou, waarom ik actief ben geworden, en ik denk dat dat ook voor mijn medebewoners geldt, is dat het hier zo'n zootje was buiten en er waren zoveel drugs en alcohol overlast, dat ik dat eigenlijk niet meer een goed voorbeeld vond voor mijn kind. En de buren hebben ook allemaal kinderen, die konden daar niet meer zijn. En ik was het zat. Ik dacht, ik ga er wat aan doen. Ik heb het initiatief onder andere zelf opgezet. Dus dat initiatief bestond niet. Maar het is wel zo dat er een bewonerscommissie actief was die een hele grote vergadering met stadsdeel, politie en allerlei woningbouwverenigingen heeft georganiseerd. En op dat moment gaf iedereen eigenlijk groen licht van we gaan jullie helpen. En toen ben ik eigenlijk met een paar buren begonnen om een gemeentebankje hier voor de deur te heroveren op andere gebruikers. En dat hebben we ideeënbank gemaakt. En toen is het initiatief eigenlijk vanzelf groot geworden. De buurt is op dit moment aardig aan het ontwikkelen. Heel veel huurwoningen, dat is nu koopwoningen geworden. En de gemeente die subsidieert ook heel veel bedrijven om een, zeg maar, een nieuwe look te geven. En nu hebben we alleen nog groenteboeren en bakkers. Dus ja, natuurlijk. Ik bedoel, als we hier een lingeriezaak hebben of een mooie modewinkel, modezaak, ik denk dat we daar best wel publiek voor hebben. We wouden in Eiburg gaan beginnen. Hebben dat uiteindelijk konden we daar niet slagen. We konden niet concreet een plek vinden waar we zouden kunnen gaan beginnen. En toen heeft Alliantie ons uitgenodigd met het idee dat de Indische buurt dus een enorme verandering heeft doorgemaakt. Dat ze dus een heleboel huizen helemaal omgegooid hebben. En dat het de hoogste tijd werd dat ook het winkelaanbod aangepast werd op de bewoning. In eerste instantie is dat een beetje vreemd. Omdat ik natuurlijk, ik kom uit Alkmaar en ik was niet zo bekend met de allochtone bevolking.
En daar moet je dan heel erg mee leren omgaan. Nu niet meer. Nu ben ik echt een onderdeel van de straat geworden. Ik ben omarmd door de buurt. En als je dus nu vraagt, hoe is het? Ik zou het niet anders meer willen. Dit is echt mijn wijk. Het is hier heerlijk om te zijn. En het is altijd gezellig in de Javerstraat. Het begint en eindigt ermee dat je met elkaar, en natuurlijk formuleer dat we dan uiteindelijk wel op papier, samen een stip op de horizon hebt, die ik altijd noem een gedeelde visie en ambitie. Waar willen wij naartoe met die wijk? We moeten het over 10, 15 jaar, waar moeten we bereikt willen hebben? En waar zitten dan de belangrijkste elementen waar we aan moeten werken? En dat is het tweede succes voor de Indische buurt. We hebben vanaf het begin met elkaar benoemd. Het gaat niet om één ding, het gaat niet om huizen opknappen. Het gaat niet om straten vernieuwen, het gaat om de combinatie van de voorzieningen, het onderwijs, het faciliteren van mensen om vooruit te komen, de woningen, de openbare ruimte. Het gaat echt om, je kan er ook niet één ding uithalen van, goh, dit geeft de doorslag. Het gaat om dat, nou, met een mooi woord, integrale programma. En wel toen wij in 2001 zochten, toen we ons plan af hadden, waar gaan we nou concreet beginnen in de wijk? Met welke woningen, met welk buurtje? En eigenlijk hebben we ons toen laten leiden, daar hebben we ook voor gekozen. Het enige blokje in de hele wijk waar een bewonerscommissie bestond en waar actieve bewoners waren. En verder rest waren ze echt helemaal nergens. Het wijkopbouwwerk lag op zijn gat. Kortom, het was zoeken met een lampje. En als je dan nu kijkt naar deze buurt, het bruist van de activiteiten en initiatieven van bewoners. Samen, omdat wij in de Indische buurt een aantal dingen samen doen. Daar zitten coöperaties, er zitten ook de ondernemers, maar er zitten ook buurtverenigingen, ook communities doen mee. En de naam benadrukt eigenlijk samenwerking. En met samenwerking kom je ergens, want in je eentje kun je maar één onderdeel van een probleem aanpakken en met z'n allen pak je het integraler. En dat is weer het voordeel. Vandaar de naam, Samen in de Buurt. Nou ja, nu spelen kinderen heel erg leuk en met elkaar samen. Veel park in de buurt, een mooi park, Flevo Park. Dat is prachtig, heel wijds, open, groot. Ja, volgens mij is het ontzettend populair, ja. Leuke cafeetjes, leuke eettenten. Ja, het is gewoon gezellig hier. Ik heb nog nooit eigenlijk ergens zo thuis gevoeld, moet ik zeggen, als hier. Ik woon hier heel graag, ja. Dat zeg ik, ze moeten mij tussen 6 planken straat dragen.